filmpje vandaag voor jullie. Ik heb een paar bestelletjes gedaan en die wilde ik eigenlijk voor de camera gewoon even uitpakken. En dan kan ik gelijk even laten zien wat ik heb besteld. Ik heb als eerste een bestelletje gedaan bij de H&M. Deze kwam binnen een weekje binnen. Dat was best wel snel. Normaal ben ik wel langere wachttijden gewend van de H&M. Ik heb dit wat beautyproducten besteld bij de H&M. Als ik wel eens in de stad ben en ik ga naar de H&M, hebben ze eigenlijk nooit een make-up afdeling. En ja, dat vind ik best wel jammer. Dus vandaar dat ik dan ja, gewoon dat soort dingetjes online bestel. En ja, ik vind het dan wel een nadeel dat je niet kan zien, zeg maar, welke kleur je bestelt. Meestal bestel ik dan ook gewoon echt het lichtste kleur die er is. Omdat ik dat gewoon meer bij mij vind passen, wat lichtere kleuren. En ja, dan kies ik daarvoor. En ja, ik ben erg benieuwd. Want ik, ja, ik heb het zelf natuurlijk ook nog niet gezien. Ik ga nu gewoon even uitpakken. Ik heb gelijk het hele plastic kapot, zie ik al. Het is net iets anders ingepakt. Dat je natuurlijk dan ook weer zou kunnen hersluiten. Dus dat snap ik wel. Ja, zoals je kan zien, zijn er een aantal. Ik weet niet of ik kan zien. Beauty producten. Ik ga het er even uithalen. Ja, als eerste kocht ik een lipglossje. Ik ga hem gewoon gelijk eventjes uit, want dan is het ook wat beter zichtbaar. Allemaal wel heel mooi verpakt, zeg maar. Maar ja, niet altijd eventjes handig. En het moet ook open, want ik wil natuurlijk nog gaan gebruiken. Ja, een lichte tint van deze lipgloss. Dit is een... Ik ga hem ook even uit het doosje proberen te halen. Dat is gewoon net eventjes wat makkelijker. Even kijken. Ik heb een mesje meegenomen, want ik heb ook een doosje die open moet. Dus dat is wel eventjes heel erg gemakkelijk. Dan kan ik hem als het goed is gelijk eventjes open maken. En dat valt dus nog niet mee, ik wel. Kijk. Daar komt hij aan. Ja, ik heb hem. Dit lipglossje dus. Bubblegum Pink. Zo heet hij. En ja, gewoon met zo'n dopje. Dat is wel trouwens wel heel erg makkelijk, zie ik, om mee aan te brengen met een kwast. Normaal ben ik wel van die roldopjes gewend, maar dit heb ik nog niet. Dus dat is eventjes nieuw voor mij. Was ook eigenlijk het, ja, het tweede lipglossje of zo wat ik bestelde bij de H&M. Maar deze, ja, die had ik nog niet. Want het andere was gewoon met zo'n kwastje, zeg maar. Ik zal gelijk even een bonnetje erbij pakken. Dan kan ik even vertellen hoeveel die kosten. Als dat erop staat. Het staat er helemaal niet op. Dat is wel raar. In totaal moest ik 18... Oh nee, dat klopt ook niet. Oh, wacht even. Hier staat het. €3,95. En dan kreeg ik nog 10% korting. Omdat ik een kortingscode had gebruikt. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Je kunt bij H&M twee kortingscodes tegelijk gebruiken. Zodat ik nu dus ook de kortingscode had voor geen procent kosten. En dan nu met 10% korting. Dus je kunt eigenlijk altijd wel kortingscodes vinden op het internet van H&M. Maar dat was dus deze lip tint. En binnenkort zal ik een review maken over H&M make-up producten. Dus dan kun je hem zien. Als je dat leuk vindt. Even kijken hoor wat dit was. Oh ja, dit is een lipstick. Het is allemaal wel heel, heel subtiel verpakt, moet ik zeggen. Want er kan ook echt niks mee gebeuren. En dat is natuurlijk wel tof. Dit is een matte lipstick. Ik hou altijd heel erg van matte kleurtjes. En lichte kleurtjes vooral. Dit is Bardot. Met een witte houder. Ik heb ook eentje met een zwarte houder. En dat is dus echt wel een heel mooi licht kleurtje. Ik vind nude kleuren altijd echt heel mooi. En ik moet ook zeggen dat deze ook echt niet tegenvalt als wat ik had gezien op het internet. Dus hij komt echt goed overeen. Ik kies ook altijd voor nude kleuren. Omdat eigenlijk mijn omgeving vindt het ook mooier, zeg maar. Ja,
En ik heb natuurlijk ook echt wel een paar donkere kleuren die ik ook wel eens gebruik. Maar over het algemeen vind ik nude wat mooier. Ja, dit is dus eentje met een witte houder. Je kunt ze ook bestellen met een zwarte houder. Maar dit zijn gewoon matte lipsticks. En deze kost... $4,94 kost deze. Dus ja, omdat ik nu 10% korting had. Dus ja, super, super blij mee weer. En dan heb ik nog één dingetje besteld. En dat was een potlood. Zo, ik ga eventjes anders bij zitten. Dit is een oogschaduwpotlood met bruin. Ik ga deze ook gelijk even uitpakken. Dan kunnen we dat ook meteen eventjes zien natuurlijk. Even kijken of ik deze open ga maken. Gelukkig heb ik het mesje nog hier. Maar... ja, het was nog best wel een klus, echt. Dus nu het was tegen plastic. Dat kun ik zo zeggen. Ik ga gewoon een heel klein gaatje maken hierin. Dan moet ik het uitdrukken. Zo, ik heb hem open. Doe het eventjes. Ook deze zit weer in zo'n plasticje. Dat zo worden eigenlijk alle artikeltjes wel geleverd hoor, van de H&M. Zo, deze is open. Ik had nog niet echt een oogpotlood. Ik had wel één potloodje van de Hema, maar deze van de H&M heb ik nog nooit geprobeerd. Deze heeft ook een witte verpakking, net zoals de... oh, kijk, deze zit dan nog weer zo extra beschermd. Het wordt wel goed verpakt in ieder geval. Deze twee komen wel een beetje overheen kijken qua kleur. Vind ik dat wel gaaf. Dit is een bruin potlood. Volgens mij kun je hem ook zo draaien als hij wat leger raakt. En hier kun je dus je ogen mee doen. Dus een oogpotlood. Daar ben ik ook wel blij mee. Deze was ook €3,95. En ja, ik ben er ook echt super benieuwd naar hoe dat werkt. Want ik heb wel een echt potlood voor mijn ogen. Maar dat is dan echt een potlood die je moet slijpen. En deze is volgens mij wat natter en minder droog dan degene die ik heb. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Dus die komen zeker eventjes op mijn site om te reviewen natuurlijk. En ja, dan waren dit de drie producten van de H&M. ik had ze dan met korting besteld zoals ik al zei. En... ja, dan ben je vaak gewoon een stukje minder kwijt. En ja, het was dit keer snel in huis. Dus dat werkte ook mee natuurlijk. Nou, dan heb ik nog één pakketje om te openen. Dat is een pakketje van de Hema. Ik had op de Hema zei dat ik dit een poosje geleden al besteld. Volgens mij vorige maand al. Omdat je toen ook de kortingscode had op Hema. En ik had een heel mooi borsteltje gezien voor je gezicht. Ik had deze ook al gezien in de MAC collectie, maar ja, ik ga dan liever voor de budget variant. En ja, deze was maar €2,95. Nou, ik kon ze helaas in de winkel dus echt niet vinden, dus toen besloot ik om hem op internet te bestellen. En als je hem dan zeg maar in het filiaal van jouw keuze laat bezorgen, betaal je geen cent kosten. Maar het was bij mij een beetje misgegaan met de communicatie helaas, dus ik kon het gisteren pas oppakken. Dus het lag er al een poosje, maar ja, dat was wel jammer. Maar ja, goed. Het is niet anders. Ik ben blij dat ik het nu heb. En we gaan hem even uitpakken. Nou, hiervoor had ik dus dat mesje al meegenomen. Want ik had toch gezien dat het heel veel plastic en tape bevatte. Dus... andere kant even opensnijden. Zo nooit mijn ding openmaken van spullen. Nou ja. Het is gelukt. Het is open. En dan heb ik als eerste de factuur. Met de datum en zo. Ik had hem echt 16
16 februari al besteld. En ja, het bleek dus ook altijd gewoon dat hij er vanaf 25 februari lag. Maar omdat ik dus gewoon niet de mail had gehad dat hij er was, toen ging dat niet helemaal goed. Ik had een korting van 52 cent. Dus ja, is niet superveel, maar weet je, alle kortingsbeetjes helpen. Nou, dan zit hij in een zakje. Zo is die verpakt. Dan netjes gedaan. En dan is het dit borsteltje. Oh, hij is echt schattig. Hij is echt cute. Zit een... Oh, dit dekseltje. Oh, dit is gewoon echt het dekseltje wat erop zit. Dat is wel mooi gedaan, vind ik. Het is een cleansing brush voor je gezicht. Dus je kunt hier heel gemakkelijk zo... Zo lekker je gezicht mee reinigen. Ik ga het nu niet, niet helemaal doen, omdat ik dat make-up op heb gedaan. Maar dit is gewoon echt zo'n lekker borsteltje waar je even je gezicht mee kan verwennen. Een beetje masseren en zo. En, oh, ik vond het echt zo leuk. En nu snap ik op zich ook wel waarschijnlijk dat ik ze niet heb kunnen vinden. Want ik dacht dat ze veel groter waren. Maar dat was dan niet zo. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind het wel zo'n mooi compact borsteltje wat echt heel makkelijk bij mijn stuf past. Dus... Ja, ik vind hem echt schattig. Ik vind het echt een... Ja, ik ben echt benieuwd hoe die werkt. Ik vind het ook fijn dat hij een dekseltje bevat. Ja, en toch een beetje bescherming, zeg maar. Dat vind ik altijd wel fijn. Hier haal ik ook even tape vanaf. Dit is echt wel een hard... Het is niet zo'n plastic wegwerp dingetje. Wat ik wel heel komisch vind, is dat er zo'n grote doos om zo'n klein borsteltje zit. Maar dat kan aan mij liggen. Maar ja, liever dat het beter goed verpakt wordt dan helemaal niet, natuurlijk. En nou, dan zit het dekseltje of borsteltje dekseltje er weer op. Ook het welbekende HEMA logootje staat erop. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is voor de camera. Maar ik ben er wel blij mee. Ja, dit was eigenlijk mijn unpacking filmpje van mijn bestellingjes. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. En, er komen gegarandeerd nog reviews op mijn blog, hoe ik het ervaren heb. En ja, vooral ook de make-up productjes. En dan zal ik ook eventjes de andere producten erbij pakken. Zodat je een, ja, gewoon echt een H&M make-up review krijgt met meerdere artikelen. En nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om het een keer op deze manier te doen. En ja, dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doeg!